Mijn liefde voor het schaatsen ontstond toen ik 3 jaar oud was. Ik vond alles mooi aan het schaatsen. Ik had nooit mijn ouders zien schaatsen of iemand om mij heen. Ik zag het echt op de televisie en ik dacht, ja, dit kan ik ook. Rond mijn 14e heb ik een auto-ongeluk gehad. Dat heeft me zeker 1 jaar van mijn carrière gekost. Ik had echt die drive om door te gaan. Toen ben ik dus die selectie uitgezet. En het jaar daarna reed ik op het Nederlands kampioenschap, wat ik mocht rijden. Helemaal zelf, ik had niet eens een schaatspak. Dat heb ik toen geleend van iemand die ik kende. Reed ik al die jongens uit de gewestelijke selectie, reed ik eraf. En toen werd ik weer uitgenodigd voor de selectie. Op de 1500 meter op de afgelopen Olympische Spelen, dat ik mijn titel heb geprolongeerd. Dat was mijn enige afstand op deze Olympische Spelen. Ik had daar 1 kans voor, 1 dag, 1 moment. En die heb ik gewoon met beide handen gepakt. Ja, ik heb 3 keer gestart op de Spelen en ik heb 3 keer goud. Het moet van niemand, alleen van jezelf. En als je iets doet wat je super leuk vindt en plezier uithaalt, dan hou je het langste vol. Luister naar je gevoel en ga iets doen waar je heel erg blij van wordt. Dan kom je het verst, denk ik.